goedenavond, goedemiddag of wanneer u ook kijkt. Ja, vandaag een hele bijzondere gast. Voordat ik die ga aankondigen, hebben we vorige week een uitzending gehad met Frank Collaris. Van Water naar Wijsheid. Een zeer interessante podcast over de verwerking en de werking met water in een nieuw jasje. En ja, eigenlijk een beetje het vernuft van kwantumfysica. Nou, vandaag gaan we de hele andere kant op. Vandaag gaan we de toetsen aanraken. Gaan we goed ademen vandaag. En ja, ik mag zeer trots zijn dat deze gast bij ons wil komen. En vandaag hebben we Adriaan Kuipers uit ja, regio Rijnmond vroeger. Hartstikke leuk. Fijn dat je er bent. Welkom, Adriaan. Ik moet er een beetje aan wennen, want het is Adriaan wat staat, maar het is Adriaan. Dus we noemen gewoon Adriaan Kuipers. Van harte welkom. Leuk dat je er bent. We hebben een superleuk voorgesprek gehad. Dus ik weet een beetje hoe of wat. En ik heb natuurlijk ook een beetje research gedaan. Want ja, als iemand zoals jij in een uitzending bij ons komt, moet ik toch wel een beetje weten wat je allemaal kan. En je hebt verschrikkelijk veel talenten. Maar in ieder geval eerst een hele goede avond. Een hele goede avond. Hartstikke leuk dat je, Ja. dat je me benaderd hebt om voor dit gesprek. Dankjewel. Ja, het is heel apart gegaan. Ik heb People United heeft sinds kort ook Instagram. Nog niet heel erg groot hoor. Maar ik dacht, dat vind ik een hele interessante gast. Waarom? Hè, we hebben het ook over allerlei onderwerpen. Maar ja, omdat wij een breed platform zijn, vind ik muziek of componist vind ik ook zeer interessant. En als je zijn biografie zou bekijken, heeft Adriaan heel veel gedaan. Hij heeft zelfs nog profvoetballer is hij nog geweest. Ik geloof zelfs dat ik in het verleden, toen ik speelde wel eens op de PlayStation een FIFA-spel, en dan zag ik Adriaan Kuipers daar rondlopen op het veld. Oké, nou, daar weet ik zelf niet eens wat van. Nee, maar goed. nee. Want hoe lang is het geleden? Ja, nee, dat is heel lang geleden. Ik bedoel, dat is heel lang geleden. Ja, ik was denk ik. Ik was 15 of 16 toen ik in de hoofdklasse voetbalde. En toen werd ik gescout door Heerenveen. Zeg maar, toen ben ik naar Heerenveen gegaan. In een gastgezin gaan wonen. Dus dan was ik 16, 17, zeg maar. Dus dat was een beetje die periode. En toen heb ik het tegenaan gehikt, zeg maar, tegen het. Tegen het, ja, het profvoetballen aan. Ik werd ervoor betaald. Dus op zich, ja, dan is het al, zeg maar, betaald voetbal. Maar ik kreeg een blessure. En dat was uiteindelijk ook, ja, de weg die het zou moeten gaan, zeg maar. Omdat het voetbalwereld is toch niet helemaal mijn wereldje bleek te zijn. Ja, dat geeft dan weer mogelijkheden voor andere dingen. Om je op andere dingen te concentreren en die te ontwikkelen. En dat heb ik toen ook gedaan, ja. Maar dat is al een tijd geleden. Ik bedoel, ja, ik ben net 40, zeg maar. Dus ja, we praten nu over 23 jaar geleden toen ik tegen een bal aan het schoppen was. Maar ja, goed, dat was inderdaad een belangrijk ja, gedeelte van mijn leven. Want dan, ja, als je dat, zeg maar, vanaf je jeugd doet, zeg maar, met volle inspanning altijd op het hoogste niveau geprobeerd te spelen. Met veel trainen, veel afzien, veel strijd en doorzetten, zeg maar. Dat is wel een basis die je dan legt voor de rest van je leven. Dus ja, het was wel een belangrijke fase. Ja. Het leuke is altijd, ik vraag altijd wie is. En dat heb je volmondig, volledig beantwoord. Dus ik vraag altijd, ja, wie is altijd. Ja. Nou, dat is ook leuk. Soms hoeft dat niet altijd gevraagd te worden, want dan komt het vanzelf uit en vind ik leuk. Ja, en je hebt je weg weten te vinden uiteindelijk in de muziek. Je hebt een fantastische repertoire neergezet, waar denk ik aardig wat mensen naar luisteren. Maar je bent uiteindelijk via een vervelende periode in het verleden, ben je toch, heb je even gezegd, ik ga niks meer met muziek doen. En toen dacht je van, nou, op een gegeven moment krijg je het Lazarus maar op z'n Rotterdams, hè, op z'n Strijnaars, op z'n Striens. Ik ga het gewoon doen. En je bleek gewoon enorm veel talent te hebben. En dat is wel heel bijzonder, want wanneer heb je überhaupt ook leren spelen met instrumenten?
Ja, dat ontwikkelde ik vanaf mijn 12e. Toen was ik voor het eerst aan het componeren met floppies en cassettes, weet je wel, die nog Oh ja, draaien. schitterend. Ja, joh. Weet je nog, kan je het ook herinneren dat als je dan bijvoorbeeld aan het remixen was, dat je dan een bandje erin deed en dan terugspoelen en dan ja, dit opnemen en dan weer terugspoelen en dan weer hele cassettes Klopt. gingen er aan gort. En zo ben je dus gaan componeren en zo ben ik toen ook begonnen en dus niks van hoorde. Uiteindelijk ben ik wat anders gaan doen, maar nu ben ik dit aan het gaan doen, ook wel hartstikke leuk. Maar dat is wel interessant, want je bent op je 12e wezen componeren. Ja, alleen dat was dat natuurlijk nog als een hobby, zo'n beetje onder de radar. En ja, toen het voetballen was toen ook nog veel belangrijker, zeg maar. En ik had ook in die periode, wilde ik een boybandje beginnen met wat vriendjes. En tijdens de eerste oefening, zo gezegd, zou ik de zanger zijn. En ik ging zingen. Dat deed ik uit volle borst, volle overgave, met alles wat ik had. En ja, mooi was het niet. Zeg maar, dat is ook, als je dat voor het eerst doet, zeg maar, dan moet je ook niet te veel wat van verwachten. Maar goed, dat heb ik dus het hele jaar mogen horen, zeg maar, van die jongens. En we zijn ook gestopt. Het was alleen bij één keertje gebleven. En dat heb ik toen elke dag mogen horen. En zeg maar, die grap, zeg maar, dat ik niet zo mooi zong. Nou, dat heeft toch wel wat met me gedaan al die tijd. En ik dacht altijd, nee, ik ga niet voor mensen mijn muziek laten horen, zeg maar. Dat heeft er toch altijd een beetje ingezeten, gewoon als een soort van schaamte, zeg maar. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan tot eigenlijk. Ik heb wel muziek gemaakt, maar ik heb het gewoon elke keer in mijn kastje geschoven, zeg maar. Dus ik heb het gemaakt en als ik het dan gemaakt had, dan was het voor mij voldoende. Stopte het in het laadje en dan was het klaar, zeg maar. Dus ik stuurde het de wereld niet in. En toen kwam de COVID-periode. En toen kwam eigenlijk de vraag bij me op van ja, wat als nu binnenkort de wereld ten onder gaat, wat wil ik dan nog, wat wil ik dan nog gedaan hebben? Of in ieder geval, wat dan nog? Wat is dan nu belangrijk? Wat is dan nu wat ik wil doen? Zeg maar, als het dat besef kwam, zeg maar, in die periode. En toen dacht ik, ja, eigenlijk de muziek. Ja, dus toen heb ik eigenlijk de stap gezet van oké, misschien wordt het nu wel eens tijd. Nou, wat was het? 25 jaar. Om eens te zeggen, oké, die lade met muziek, zeg maar, die zat al bordevol om die neus een keer om te kieperen en de wereld in te sturen. Dat was echt wel een gevoel van, oké, als ik nog iets moet doen, dan is dat het. En dat heb ik toen gedaan. Toen eigenlijk de beste nummers bij elkaar gezocht, en het waren vooral pianonummers. En die heb ik toen opgestuurd naar een platenmaatschappij. Met de verwachting dat, nou ja, daar hoor je niks meer van. Of misschien over een jaar van, nou, ja, we hebben al genoeg artiesten, hoor, weet je, dat soort verhalen hoor je altijd. Maar een dag daarna kreeg ik al antwoord van, we willen graag je muziek uitbrengen, kunnen we een contract maken? Dus dat was, wow, oh jee, nu gaat het echt gewoon gebeuren. Toen was het, toen, dat ging ineens heel erg hard inderdaad. En toen kwam mijn pianomuziek uit. En een van de nummers die, nou ja, dat gaat hard, zit in de miljoenen streams, zeg maar, nu. Dus dat is, ja, daar luisteren best wel wat mensen nu naar. En nu heb ik toch ook wel een beetje dat gevoel weten te processen, zeg maar, naar, ja, toch blijk ik dat te kunnen, zeg maar. En ik hoef me niet meer te verstoppen. En waarschijnlijk die jongens die me ooit dat tegen me geroepen hebben, die weten dat niet eens meer dat ze dat hebben gedaan. Dus wie hou ik nou eigenlijk voor de gek, zeg maar. Dus ja, let's do it. En weet je, ik denk ook dat we hier op aarde zijn als ziel om ons te ontwikkelen en uit die comfortzone te komen. Want alleen uit die comfortzone kun je je verder ontwikkelen. En dan moet je soms in het koude water, soms letterlijk, soms figuurlijk. Om dus volgende stappen te kunnen zetten. Ja, en dat, nou, ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ja, want van het een komt dan weer het ander, zeg maar. Ik heb ook je repertoire beluisterd. Kun je het een beetje richting de klassiek noemen?
Ja, de pianomuziek is neoclassiek. Ik heb ook heel veel andere muziek gemaakt. Die zit nog steeds in dat laadje. Maar een gedeelte heb ik ook uitgebracht en gemaakt. Ook voor de films van Marijn Poels. Dus in de film Pandemned en de Primordial Code, daar zit bijvoorbeeld muziek van mij in, zeg maar. Dus, en dat is dan, daar zit, dat is zelfs ook rock, zeg maar. Dus dan, of een baby, beetje Moby-achtig, zeg maar, zit er ook in. Dus dat is heel gevarieerd, ja. Bijzonder, ja, dat is een stop van me. Heel erg mooi. Ik zeg vaak bijzonder dat we dat betrap ik mezelf ook bij. Ik vind het heel erg mooi. Ik ben die muziek niet gewend. Sorry. Ik ben de muziek zo niet gewend. Maar ik heb ook de moeite genomen voor mezelf. Of nou, ga nou zo even luisteren wat er nou in zit. En het is ook leuk dat je bijvoorbeeld op Instagram, bijvoorbeeld als je dus een video post of een verhaaltje, nou, ja, dan pakte ik wel eens even een stukje van Adriaan Kuipers. Ik denk dat is even leuk om dat te melden. Ik denk, oh, dit is wel mooi, weet je wel. En ja, dat is ook een stukje waardering voor jou natuurlijk. Maar ja, ik vind het in ieder geval heel mooie muziek. En voor degene die nog niet helemaal weten. Inderdaad, Adriaan heeft voor Marijn Poels, voor de Primordial Code, hoort dus nu ook net. En ook voor Pandemned en Headwind heeft hij, geloof ik, ook een muziekstuk gemaakt en gecomponeerd. En het leuke daarvan is van zulke mooie documentaires, als jouw muziek gedragen wordt ook door de documentaires, krijg je ook wat meer aandacht ervoor. En dat is wel mooi. En dat is ook een beloning voor die 25 jaar die je hebt voor gewacht. En ja, soms dan is het dan ligt het iets in de la. En dan denk ik, nou, dat komt nog wel. En nu heb je eigenlijk 3 jaar geleden het juiste moment gekozen om te zeggen, nou, nu gaan we het opsturen. En nu gaan we er echt iets moois hopelijk van maken. En wat ik wel heel gaaf vind, dat ze je een dag later al hebben gebeld. Ja, dat was super gaaf. Ja, dat had ik zelf niet verwacht. Zeker niet van zo'n grote platenmaatschappij. Maar ja, dat was ontzettend verrassend. En ook wel dat ik dacht, oh, wauw. Weet je, dat geeft ook wel, weet je, als je dan toch al een beetje zo in die bescheidene, ja, die angstige hoek zit, zeg maar, en je krijgt dan ineens dat bericht, dan geeft dat, oh, oké, wauw. Dus dat geeft wel wat zelfvertrouwen. En dat was wel een goede basis voor de rest van de periode die erna kwam. Ja, en nu, ja, heeft dat zich doorontwikkeld, zeg maar, en ben ik uiteindelijk, ook dankzij de Primordial Code, de documentaire, waarin ik ook gefilmd heb samen met Marijn. Dus muziek en film. Heb ik ook het hele avontuur meegemaakt, zeg maar. Wat in de film zit. Oh, gaaf. Ja, dus de piramides, de klankshamanen, de kerken. En dat heeft me zoveel inspiratie gegeven. Dat is voor mij ook een ontdekkingsreis, zo gezegd. Zoals dat ook in de film overkomt, zo was dat voor mij ook een ontdekking. En ik had daarvoor al de kracht van de adem ontdekt, zeg maar. Dus met ademen, zeg maar, als je bewust ademt, hoeveel verschillende technieken er zijn en wat dat met je gezondheid kan doen, heb ik ontdekt. En daar wilde ik ook sowieso muziek voor maken, dus dat heb ik ook gedaan. De afgelopen jaren heb ik speciale ademmuziek gemaakt, dus op een bepaald ritme, een bepaalde techniek doen met muziek die daar speciaal voor gemaakt is. Dus die heb ik gemaakt. Maar door die reis met de Primordial Code dacht ik, wauw, als we nou gaan ademen met elkaar, met een groep mensen, op een sacred place, zeg maar. Dus als een kerk of een moskee of een kathedraal, weet je, op een plek waar een krachtplek. En dat ook nog de klankshamanen dan met hun helende klanken, zeg maar, meespelen. Dan heb je een combinatie. Volgens mij moet dat zo krachtig en powerful zijn. Laten we dat gewoon gaan doen. Dat was gewoon een visioen die kwam. Een droom die dacht, nou ja, wauw, als we dat combineren, hoe te gek zou dat zijn? En toen hebben we een test gedaan in juni in Berlijn, in de kerk. En dat was succesvol. En toen in september zijn we naar Nederland gedaan. Hebben we een kleine tour gedaan en 3 concerten gedaan.
En die waren uitverkocht. En het was eigenlijk omdat, ja, het was iets nieuws, zeg maar. Dus het is, was spannend om dat te gaan doen, weet je. Je moet toch dat allemaal voor investeren, zeg maar. En dus de vraag, is er überhaupt wel animo voor? Is Nederland daar, wil die dat wel? Maar gelukkig was het uitverkocht. En kreeg ik daarna zoveel mooie reacties dat we niks niet anders konden zeggen van we komen nog een keer. En daarom komen we ook. Oei. Ja, dat was. Ja. Ja, als je daarna berichtjes krijgt van mensen een paar dagen daarna nog van het resoneert, het trilt nog steeds na, die liefdesenergie die we hebben gecreëerd, zeg maar, tijdens die ademconcerten. Ik wilde je dat toch even laten weten. En als je dat, denk je, nou, als je dat meerdere keren krijgt ja, dan kan je eigenlijk niet anders zeggen dan, nou, we gaan het gewoon nog een keer doen. En dan 2 maanden later. Dus Oh. dat is nu volgende week. Dus 12. Zeg ik, 12, 13 en 15 december zijn we weer op 3 krachtplekken in Nederland. En dan gaan we, ja, als je met een grote groep tezamen in hetzelfde ritme ademt op de muziek die ik dan heb gecomponeerd, zeg maar, ook in 432 Hz, nou goed. Maar en dan ook nog met behulp van de klankshamanen op een plek die op leilijnen gemaakt is met sacred geometry. En je ademt dan op hetzelfde ritme, dan. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen, maar voor mij voelt het heel magisch, zeg maar. Dat je denkt, dit is wetenschappelijk niet te verklaren waarschijnlijk, maar het voelt goed. Dus laten we het vaker doen. Ja. Nou, wat ik mooi vind, is dat je, hè, wat ik net eerder ook aangaf, je hebt het 25 jaar in de kast laten liggen, je trekt het uit de la, je stuurt het op naar een platenmaatschappij. Nou ja, wie weet komen ze erop terug. De dag later word je gebeld. En alle schaamte, alle angst op dat moment, hè, wat je dus gaat, een beetje ook faalangst en ook. Ja, hopelijk zeggen de mensen er niks van. Hè? Want ja, het is wel eens leuk om tegen iemand een grapje te maken. Hè? Jongen, dat klinkt niet, maar als je dat in jou moet horen, dan kan ik me best voorstellen dat dat innerlijk veel met je doet. En dan ga je verder in het proces en dan ineens kom je op een idee die in Nederland nog niet is geweest. En dat is zo'n ademconcert. Ik denk, ik heb ook natuurlijk dat voorstukje gezien. En ik heb hem ook gedeeld op mijn Telegram-groep. Want ik vind het wel belangrijk dat ja, een beetje promotie mag wel ook, vind ik. En zeker iets wat geheel nieuw is. Er Dank je. is blijkbaar in deze tijd daar heel veel behoefte aan. Dat mensen samenkomen. Ja, wat je zegt. Ja, alles geometrisch bepaald. Je staat op een leilijn, kathedraal, moskee, synagoge, een plek hè, waar lekker open is, waar het geluid lekker kan galmen. Hè. Geschiedenis zegt natuurlijk ook veel over die plekken. Niet wat het nu is natuurlijk, maar wel heel bijzonder dat je daarmee iets neerzet waar mensen denken, ja, maar wacht eens even, dit is. Amazing. En je kan, er zal dingen misschien wel een keertje fout gegaan zijn, of dat maakt ook helemaal niet uit, maar het samen zijn met elkaar op een bepaalde plek met muziek in een prachtige ruimte waar het geluid natuurlijk heel goed is, want het galmt ook lekker door, waardoor ook de trillingen natuurlijk door iedereen stroomt. Ja, dat is wel een hele bijzondere ervaring, neem ik aan. En de shamanen. Klopt, ja. Het is een hele bijzondere ervaring. En om eventjes terug te komen op wat je zei over die angsten. En ja, en ook wat mensen zeggen. Dat je bang bent dat mensen wat ervan zeggen. Maar dat is echt, weet je, ik neem die ander daar niet kwalijk, zeg maar. Dat ligt echt aan Nee. mij. En ik heb mezelf dat aangepraat, zeg maar, dat ik niet goed genoeg ben. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb mezelf die. Weet je, die angsten aangepraat, daar moet ik zelf uitkomen, zeg maar. Dus kan ik anderen niet verwijten. Dus eigenlijk ik heb dat de afgelopen jaren geprobeerd. Oké, in het begin was het nog een beetje zo, oh, wat gaat er komen? En natuurlijk kwamen de mensen van, ja, dit doet me niks, of weet je, ik voel er niks bij. Of ik las laatst een berichtje van iemand die schreef,
Wat een rotmuziek. En toen dacht ik, oké, dat is een mening, weet je. Voor mij voelt dat niet zo en voor vele anderen ook niet zo. Wat doet het nu met me? Ja, ik voel het wel, maar oké, dit is niet mijn gevoel. Dit is wat die persoon, oké, leg het naast me neer. Dus dat is dan eigenlijk, is het gewoon therapie wat er gebeurt, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk blij nu wel als mensen kritiek hebben, want dan daarmee kan ik mijzelf verder doorontwikkelen en kan ik dichter bij mezelf komen. En minder, weet je, we zijn ook een beetje, misschien een beetje te gevoelig geworden. En weet je, als je gewoon in je kracht staat zelf, dan maakt het niet uit wat iemand tegen je roept. Dan denk je, ja, oké, dat mag je roepen. Maar goed, het doet me niks. Dat is mooi om daar ergens uit te komen natuurlijk. Maar dat Dat is een is proces, ja. hetzelfde als bij mij. Als ze bijvoorbeeld een uitzending totaal niet te pruimen vinden, bijvoorbeeld kan. Of op een alternatieve nieuwskanaal. Of op een YouTube kan. Ja, er zijn onderwerpen die niet iedereen aanspreekt. Ik ook mijn best om het aan te geven. Dat ik, ja, sorry, verdomme. Ik heb hier toch zo mijn best op gedaan. Ik heb heel die video in elkaar gezet. Ik heb de dingetjes eruit geknipt. En dan vindt iemand niet, dat niet goed genoeg, denk ik, nee, zo moet je dat niet zien. Er zijn genoeg mensen, denk jij, hey, fantastisch, dat heb ik goed gedaan, Lenny. En voor die mensen doe ik het. En ja, dat is ook een zoekende en je ja, eigen pad bewandelen. Ondanks dat er misschien commentaar of kritiek is. Dan moet je wel tegen kunnen, of als je op een bepaalde manier op een platform staat of een concert geeft. Ik bedoel, je kan alles wat je wil in zo'n concert kan je neerzetten. Alles is perfect geregeld. En in één keer dan valt de stroom uit. Of er gebeurt iets. Ja, Ja, dat kan gebeuren. Je hoopt het niet. Je bent altijd tevreden als het. Als het dan goed verloopt. Maar juist de momenten dat je denkt van. Ah, dat heb ik zo ook met video's maken bijvoorbeeld. Hè. En wel eens dingetjes. Dan denk ik van shit. Dan ga ik de vrijdagavond ga ik de video bekijken. En dan. Ik zit, heb ik vergeten uit te knippen. Dan denk ik. Opletten wat je doet. Maar dat heb jij ook. Want je moet constant scherp zijn. Met wat je neerzet. Je hebt alles heb je al klaarstaan. En dan verwacht je niet dat het fout gaat. Maar toch is er een kans dat het een keertje fout gaat. En dat mag. En nou, er zijn heel veel mensen die zeggen, ah, Adriaan of ah, Danny, dat maakt niet uit. Jullie hebben je best gedaan. We hebben er toch van genoten. Nee? Dan zijn er Ja. mensen die zeggen, ja, het was helemaal niks, Dan. Of dat kan. En dat is ieders eigen mening. En de ene houdt van jouw muziek en de ander houdt van andere muziek. Maar wat jij in ieder geval neerzet, vind ik in ieder geval wel heel erg mooi. Ja. Het is heel wat anders. Het is totaal wat anders dan dat ik gewend ben. Niet dat ik van het harde houd. Ik hou een beetje van reggae muziek. Dat vind ik leuk. Oké. Dat vind ik gewoon Nee. erg leuk. Ja. Maar dat maakt niet uit. Dan kan ik ook eens een keertje naar de muziek die jij maakt, kan ik naar luisteren. Ja. En dan, ja, dan denk ik, dat is weer even heel wat anders. Precies. Ja, en ik denk ook dat we een beetje te veel, misschien een beetje te veel watjes zijn geworden. En dat we mogen best wel, weet je, als je een beetje buiten jezelf kan gaan staan op een gegeven moment en je kan observeren wat er bij jezelf gebeurt, dan hoef je niet aangevallen te voelen van een andere kant, zeg maar. En ik denk dat we, ja, dat we de kracht in onszelf moeten vinden en niet van buiten, zeg maar. Dus ja, ik denk dat, en ja, er gaat wel eens wat fout, inderdaad. Maar als je dat ook weer op een menselijke manier oplost en niet gaat hyperventileren, ook sowieso niet handig bij een ademconcert, maar als je dat gewoon netjes oplost, menselijk, weet je, we zijn allemaal mens, en als we mens blijven en ja, het is even out of my control, dan komt het toch ook altijd wel weer goed. En dan heb je toch altijd mensen die dat accepteren en zelfs waarderen, zeg maar.
Maar goed, ja, tot nu toe is het allemaal goed gegaan. We hebben best wel een mooi team ook bij elkaar, zeg maar. Weten te sprokkelen die heel graag ook mee wilden doen. Die komen dan ook op je pad. Er komen nu ook twee jongens uit Oekraïne, zeg maar. Helemaal uit Oekraïne. Zijn vrienden geworden. Hele goede zanger en een geluidstechnicus die ook kan toveren met geluid, zeg maar. Ik dacht, de geluidstechnicus draait alleen een beetje aan de knopjes om te zorgen dat het volume een beetje gelijk is. Maar dat was een beetje te klein gedacht voor mij. Die man is echt een tovenaar met geluid, zeg maar. Dus ja, we maken er echt... Het is eigenlijk een ademklankreis, zeg maar. Het is niet een ademconcert, maar we vonden ademklankreis misschien een beetje een... wat lastige, moeilijke, gekke naam. Dus ik dacht, de Breathing Concerts is misschien duidelijker. En aangezien we het ook, ja, in mijn droom was het niet alleen Nederland of Berlijn. Maar wordt het een reizend circus? Zeg maar, dat is hoe ik het visualiseerde. Ja, dat is ook wel mooi dat er dan allemaal mensen op je pad komen. En ook bijvoorbeeld die klankshamanen die ik dan in de film tegenkom. Die er vervolgens dacht van, wow, wat vertellen die wijze dingen en wat een klanken. En Marijn was in de film ook helemaal betrommeld, hè? Dat heb je gezien. En dat doet dat met een mens. En ik heb dingen gezien ook als zij begint te trommelen. Dat er dingen loskomen bij mensen door de frequenties. Die je op andere manieren niet loskrijgt. En als je dan nog erbij gaat ademen, zeg maar, op een bepaald ritme. Dan kan dat dingen losmaken bij mensen die vastzitten. Emoties, oude trauma's of dingen. Het kan beelden opwekken, zeg maar. Het helpt mensen verder, zeg maar. Dus, en dat vind ik fantastisch. En als je... we doen echt een ademklankreis, zeg maar. Dus het is bijna 2 uur, zeg maar. De avond vliegt voorbij, hoor. Maar het is heel gevarieerd. En we doen 4 verschillende ademoefeningen. En daar spelen we live muziek. En dat is ook vaak ook geïmproviseerd. Dus het ene concert is weer heel anders dan het andere. Dat is ook afhankelijk van de mensen die er zijn, de ruimte. En het gevoel dat op dat moment heerst. Maar het is wel elke keer in het ritme wat nodig is voor die bepaalde ademoefening. En het is niet echt een workshop. Het is ook niet echt een concert, maar het is ergens daartussenin, zeg maar. Dus de mensen kunnen zelf bepalen hoe ver ze erin willen gaan. Sommige mensen luisteren alleen. Die zeggen, oh, het was zo mooi, ik heb alleen maar zitten genieten van de muziek. Dat kan ook, weet je. Dus het is ook gewoon dat we... Ja, ik vind het hele mooie muziek. Anders zou ik het ook niet componeren. Maar... ja, dus het is ook alleen al leuk en mooi om naar te luisteren en te ervaren. Maar als je dan ook nog eens met 200 man of 300 man tegelijk op hetzelfde ritme ademt. En dat doe je met allemaal tegelijk. Dan word je een soort van één organisme. Het is zelfs zo dat ook, dat is wetenschappelijk ook aangetoond. Dat als je dat bijvoorbeeld de hartcoherentie ademhaling. Als je dan op hetzelfde ritme ademt en je doet dan deze oefening. Dat dan zelfs de hartslagen gelijk gaan lopen. Dat is zo, zo bizar, ja, om te denken. Maar dat blijkt dus iets zijn van een synchroniciteit in mensen. Zoals je ook bijvoorbeeld ziet als vrouwen een periode hebben. En ze wonen bij elkaar. Dat ook gelijk gaat lopen. Dat zijn bijvoorbeeld de cyclus, ja, van een vrouw. Nou ja, dat is dan ook weer zoiets. Dat je denkt, wow, hoe is dat mogelijk, hè? En dat geldt ook voor dit soort dingen. Als je dus met elkaar op hetzelfde ritme ademt. Op de klanken die we dan maken, dan ontstaat er iets. Dan voel je je een soort van één organisme gedragen. En dat is eigenlijk ook... kijk, kerken waren er al die tijd voor om mensen samen te laten komen. Eigenlijk is het al nog veel ouder natuurlijk. Mensen kwamen vroeger al samen, zeg maar, om een vuurtje, zeg maar, om bij elkaar te komen. Om samen te zingen, om samen te dansen. Saamhorigheid. Om dingen met elkaar te delen. En te helen. En dat zijn we een beetje verleerd in deze tijd natuurlijk. Met de individualisering en het internet en de social media. We lijken wel heel erg sociaal. Maar goed, ik denk dat het op het moment dat je samenkomt en samen iets samen doet.
En dat kan samen zingen zijn, bijvoorbeeld. Maar goed, ook zingen is het, daar zit ook wel zoveel op bij mensen. Ja, ik ga gewoon niet zingen. Maar op het moment dat we ademen, dat kunnen we nog wel met elkaar, zeg maar. Dus, en ook tijdens de ademklankreis, op het eind doen we ook nog. Kijk, dan zijn we helemaal er doorheen. We doen een stukje schaduwwerk met de muziek. We doen een stukje rustgeving, dat je echt in je lijf komt. Dan gaan we liefde opwekken met de With Love ademhaling. En dan gaan we naar een ademhaling oefening waarbij we. Want ademen, zingen is eigenlijk ademen. Alleen je maakt er geluid bij, zeg maar. Dus, en het is niet echt zingen, het is meer klank maken, zeg maar. Je stem laten horen. En hoe belangrijk is het eigenlijk dat je je stem laat horen? Mensen willen hun stem eigenlijk laten horen. En dat gaan we dan, die oefening doen we dan ook, zeg maar. En het is dan zo. Dat je moet het niet doen, maar op het moment dat je het doet, denk je, oh ja, dit is eigenlijk wel lekker. Want op het moment dat je in plaats van zo doet, en je doet zo, nou, het is een wereld van verschil. Als je dat eens doet, gewoon met geluid, je voelt je gelijk helemaal opgelucht daarna. En dat is ook omdat je zelf frequenties genereert met je stem. Je genereert je eigen frequenties en die trillen gewoon helemaal door in je lijf. En als je bijvoorbeeld een keer 's ochtends, als je wakker wordt, 5 keer gewoon alleen maar dat doet. En je voelt het helemaal eventjes doorresoneren in je hele lijf. Dat trilt alles in je lijf, trilt. Je lichaam is één grote klankkast. En die moeten we gebruiken. Dat is gewoon eerst hulp bij zelfhealing, zeg maar. Dit is gewoon de eerste makkelijke manier om jezelf te helen. Is om je geluid door je lichaam te laten klinken, zeg maar. Daar is het voor. Ja, dat is ook als je bijvoorbeeld positief nieuws krijgt van iemand die geopereerd is, dan krijg je dat krijg je ook dat dan die ontlading van nou, het is gelukkig goed afgelopen. Weet je wel? Dus ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, het is wel heel leuk om naar te luisteren wat je doet. Want het is eigenlijk, we doen dingen ook vaak automatisch. We hebben het ook niet eens door. Maar ik begrijp heel goed, als je dus in zo'n mooie grote zaal zit, met alle toeters en bellen eraan, dat je dan. De verbinding gaat krijgen doordat iedereen op hetzelfde tempo gaat ademen. En wat je zegt over het vrouwelijke cyclus bijvoorbeeld, dat is ook met dat ademen. Als iedereen op een gegeven moment hetzelfde gaat doen, dat is een soort energieveld wat dan verspreidt over die ruimte, pardon, waardoor je verbinding krijgt. En dat is ja wel gaaf om dat mee te maken. Ja, klopt. Hè. Dat is, en het is. Kijk, je zit ook in een veilige ruimte, zeg maar, met elkaar. Je bent er allemaal voor met dezelfde reden. Je zit ook vaak met je ogen dicht. Dus er is ook niet iemand die jou gek aankijkt of zo. Weet je, dus je zit gewoon je bent in je eigen wereldje, maar je voelt je niet alleen. En dat is het mooie eraan. En er is bijvoorbeeld een keer een onderzoek gedaan van monniken die. Van de berg af zijn gekomen om te mediteren, zijn ze naar de stad gegaan. Hebben ze een keer, geloof ik, 100 of 1000 monniken in de stad gezet. En die zijn toen liefdevol gaan mediteren. En op dat moment dat ze dat aan het doen waren, zagen ze in de crime, hoe heet het, criminaliteitscijfers. Die was op dat moment dat ze dat aan het doen waren, zijn de criminaliteitscijfers in die stad gedaald. Zeg maar. Dus er is iets, zeg maar, dat ervoor zorgt dat als je met elkaar. Op een liefdevolle manier liefde opwekt, zeg maar zo gezegd, en vrede en innerlijke vrede, dat uitstraalt naar buiten. En dus met de ademoefeningen die ik ook, die, ja, die we hebben, die we doen en die ik ook heb ontwikkeld, want ik heb dan uiteindelijk, zeg maar, na de ongeveer 1 uur, 1,5 uur, gaan we de With Love ademoefening doen. En dat is eigenlijk de oefening. Die hebben we laatst ook bij Koekeroe gedaan, bij Giel Beelen in de uitzending. Duizenden mensen tegelijk. En we zijn eigenlijk dan kleine liefdesfabriekjes, zeg maar. We gebruiken
De ether, de orgone, de prana, zeg maar, de levensenergie die om ons is, zeg maar, die onuitputtelijk is, die ademen we in. En die zetten we eigenlijk om, zeg maar, met onze gedachten, de kracht van de gedachten, zetten we die om in liefde. En die geven we vervolgens terug aan de wereld. En als je dan ook nog eens dat met elkaar doet, en op een plek, met een bijvoorbeeld een kerktoren, de kerktoren staat heel erg hoog in de lucht. Is een soort antenne, zeg maar. Er zijn heel veel mooie theorieën over kerken en wat de oorspronkelijke kern is van een kerk en de gebouwen over heel de wereld. Die prachtige gebouwen die overal gebouwd zijn. Honderden, soms duizenden jaren geleden, misschien wel langer. Hoe hebben ze dat in vredesnaam kunnen maken, zeg maar. Zo perfect, zo mooi. Dus er zijn meerdere theorieën over. En ja, ik denk dat als we op het moment dat we met heel veel mensen in een kerk heel liefdevol ademen, als we allemaal kleine liefdesfabriekjes zijn, en vervolgens samen die liefde bundelen en via de kerktoren de wereld in schieten, dat er echt wat gebeurt in de wereld. En nou ja, dat onderzoek van de monnik heeft dat al aangetoond. En mijn droom is. Weet je, we zijn nu nog een beetje in de beginfase om dit te doen. Ik bedoel, we hebben nu een Nederland tour gedaan en ja, ik heb het dit jaar nog pas bedacht. maar het gaat, in mijn droom gaat het door en inspireren we ook anderen. Ik kreeg al mailtjes van mensen die zeiden, ik ga dit ook doen. Ik wil ook ademconcerten organiseren. En in mijn droom gaan we dat over heel de wereld doen. Op al die krachtplekken die er zijn. Allemaal mensen vanuit bottom-up, zeg maar vanaf beneden, vanuit het volk. Mensen samenkomen op krachtplekken, liefde opwekken, de wereld insturen, verbonden. We maken ons eigen 6G-netwerk van liefde, die alle andere netwerken overtreft, zeg maar. En dan, ja, ik denk dat, nou ja, goed. Het is misschien een beetje een utopie wat ik nu in mijn hoofd heb. Maar goed, we kunnen natuurlijk, we moeten ergens beginnen. Ik denk dat het helemaal niet zo gek is. Oké. Ik denk dat dit. Nee, dit klinkt helemaal niet gek in de oren. En waarom klinkt dat niet gek in de oren? In de oren. is omdat mensen hier behoefte aan hebben. En mensen voelen wat iets in de lucht hangt, tussen aanhalingstekens. Maar veel mensen kunnen daar hun vinger niet op leggen. En. Er zijn bijvoorbeeld mensen die denken, oh, een ademconcert, wat is dat? Ik ga eens kijken. Hè, er zijn ook heel veel mensen die zeg maar nog niet heel bewust zijn. Hè? Dus die gaan naar zo'n ademconcert. Die zien misschien het woord adem, maar meer het concert. Dat woordje zien ze dan. En dan komen ze bij jou in die kerk, synagoge, kathedraal, wat dan ook. En die worden volledig overladen met emoties. Ja, er gebeurt van alles inderdaad tijdens de concerten. Is, ja, heel gevarieerd. Het is ook maar net welke fase die persoon ook zit. Maar wat ik gemerkt heb is bij de with love ademhaling, zeg maar. Dus in het begin komt er vaak veel los. Zeg maar in de beginfase. Omdat het dan best wel, ja, het trilt, zeg maar, alles bij je los. En je komt dan even tot rust. Weet je, we hebben ook zo'n stressig leven met z'n allen, we hebben zo'n haast met z'n allen. Dat ja, op het moment dat je eindelijk even de tijd hebt om rustig te zitten en te ademen. En je krijgt dan ook nog eens die muziek, zeg maar, die toch ook wel even binnenkomt. En dan ook nog met zoveel mensen tegelijk in zo'n ruimte. Dat kan natuurlijk wel eventjes binnenkomen. Maar op het moment dat je door die fase bent, dan is het ook weg. En dan heb je dus ruimte, letterlijk ruimte, om al die de liefdesenergie, zeg maar, te kunnen genereren als een klein liefdesfabriekje. En dan zie je ook vaak dat mensen echt helemaal in een soort van euforische modus komen. En dat is, ja, wel mooi ook dat je eigenlijk die tool, de adem, heb je altijd bij je. Dat kan niemand jou afnemen. Zeg maar, ze kunnen alles van je afnemen. You own nothing, but you will be happy. Maar je hebt in ieder geval altijd je adem bij je. Dus je eigen liefdesfabriekje, je eigen manier om jezelf gezond te houden, of in ieder geval je eerste hulp, zeg maar, die heb je altijd bij je en dat kan niemand van je afnemen. Dus als je dat goed kan beheersen en op de juiste momenten de juiste ademtechniek toe kan passen,
Dan denk ik dat het een heel waardevolle volle tool is. En je ziet ook dat het heel populair aan het worden is, ademtechnieken. En dat doet me deugd. Dat vind ik mooi, mooi om te zien. Ja, ik denk dat wij ook in een bepaalde fase zitten, spiritueel geneel en planetisch gezien, richting het Aquarius tijdperk. Alles zit met elkaar verbonden, dus ook de mens met elkaar. En ik ben ook van overtuigd dat dit, je hebt, ja, ik vind het echt heel gaaf dat je dit uit de hoed hebt getoverd van, nou, we gaan dit gewoon proberen. Is ook een talent, hè, Adrian? Dat je dit gewoon bedenkt. Zeg maar, ja, we moeten dat niet overdrijven, want de mensen zeggen, ja, dan ben je de godvader van de ademhalingsapparaten. Maar de bedenken ervan, met het idee om mensen bij elkaar te krijgen en eigenlijk gewoon te helpen. En ik vind het een heel mooi initiatief, wat, nou. Ik denk als je over een jaar weer zou spreken, dat het over heel de wereld is. Kan niet anders. En omdat er heel veel mensen ook naar muziek luisteren, denk ik, oh, wacht even. Ja, interessant. Het is ook heel leuk dat je natuurlijk in Berlijn bent gaan doen. Dus niet in je geboorteland, zeg maar. Om te kijken hoe of wat. Maar je doet het wel even. Je verzint het wel. Het is wel een concept wat zeer succesvol is. En waarom ik ook denk vanuit mijn kant dat het succesvol is, juist ook de punten die ik net heb benoemd, maar ook het heeft ook een beetje met verbinding en spiritualiteit te maken. Want door die ademconcepten, zonder dat je het soms in de gaten hebt, en uiteindelijk ga je er ook op letten natuurlijk, zie je dat mensen één worden. En dat is wat mensen nodig hebben. Dus je helpt mensen bewust te zijn dat we allemaal één zijn. Nou, eigenlijk kan je het niet mooier verwoorden. Nee, klopt. Kijk, we zijn één. We hoeven het niet meer te worden. Dat is het mooie eigenlijk. We moeten alleen nog beseffen dat we het zijn. Ja. En door de adem komt dat besef een stuk sneller. Omdat je, als je op hetzelfde ritme ademt en zelfs de hartslagen gelijk gaan lopen, ja, dan is het besef gewoon daar. We zijn één. En dat kan je best wel ver doortrekken. Goed, het hoeft niet per se. En zover gaan we ook niet tijdens de ademconcerten. Van dat je één bent met een boom, zeg maar, of met alles wat leeft, of alles wat er is. Zo hoeft het niet te gaan. Het gaat echt om het besef, om het zelf te ervaren. Het is ook niet heel theoretisch. Kijk, je kan, daarom zeg ik ook, het is geen workshop. Er zijn genoeg experts in Nederland en daarbuiten die jou workshops kunnen geven en je ook persoonlijk kunnen begeleiden in jouw ademreis, zeg maar. Want er zijn zoveel technieken. Maar dit is echt gewoon een stukje. We gaan eens ervaren hoe het is om met elkaar te ademen. En daar gebruiken we verschillende technieken voor. En jij bepaalt zelf hoe ver je daarin wil gaan. Dus ja, het is een hele mooie instapmodel, zeg maar, om eens met ademtechnieken kennis te maken. En het is dan ook nog eens, ja, het is dan verpakt in een muzikaal jasje, zo gezegd. Plus natuurlijk dat de klankshamanen erbij zijn. En zij, ja, zij zijn natuurlijk specialist in het. Dat is hun vak. Hun vak is klankshamaan zijn, dus met geluid bepaalde trillingen creëren die ervoor zorgen dat het wat in je lichaam doet om bijvoorbeeld dingen los te kunnen maken. Daar moet je ook wel voor openstaan. Moet je ook wel durven. Kijk, er zijn nog best wel veel mensen die, denk ik, het niet durven. Zeg maar, die bang zijn voor wat er misschien loskomt. Weet je? Maar er zijn ook heel veel mensen die wel denken: oké, ik ben nu bezig met schaduwwerk, ik ben bezig met lichtwerk, ik ben nu bereid om dit aan te gaan. Ja, vooral die mensen zou ik willen uitnodigen om dit mee te ervaren. Ook de mensen die nog een beetje zo zijn ook al harte welkom natuurlijk. Maar ja, ik denk dat je moet er wel open voor staan. En ik ken ook genoeg mensen in mijn omgeving die zeggen, ja, nee, dat is niks voor mij.
Ja, dat is prima. Ik ben hier niet om mensen te overtuigen dat ze dit moeten doen. Ik denk dat het wat brengt. En ik denk dat het, mijn vision is dat veel vrede in onszelf en uiteindelijk dan ook in de wereld kan brengen. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat kan nog wel wat generaties duren. Maar goed, als ik de eerste baksteen kan leggen van dat fundament, dan ben ik daar heel trots op. Misschien is het over een aantal jaar wel heel erg normaal. Ja, daar En ga ik wel van uit. dat je Ja. bijvoorbeeld, het hele mooie voorbeeld, het onderwijs verandert, is veranderd. Dat we buiten dat we bezig zijn met natuur en dingetjes en rekenen en taal en allerlei andere leuke dingen, dat de kinderen 's morgens eerst even een ademoefening krijgen. Het is het eerste wat we doen en het laatste wat we doen als we doodgaan. Dus misschien moet het ook het eerste zijn wat we leren op school. Hoe ga je met je adem om? Wat zijn de technieken? Wat gebeurt er als je stress krijgt? Dan ga je ademen heel snel. Je gaat hier ademen. Als je stress krijgt, gebeurt dat. Wat kan ik dan doen om te zorgen dat ik weer kalm word? Nou, is eigenlijk het eerste wat je moet leren op school, toch? Of niet? Ja, dat is ook zo. Maar over die shamanen, hè, lopen die dan door de zaal heen of staan op het podium? Hoe moeten we dat zien? Ja, ik heb ook wel gemerkt dat als op het moment dat je shamanen roept, dat mensen. Dat ze daarvan schrikken of zo. Er zijn wel mensen die schrikken van shamanen. En die gaan ook gewoon naar de wc. En dat zijn ook gewoon mensen. Het is alleen Ja, zo. dat Die mag ook gewoon. ademen ook gewoon. Het zijn. Kijk, Bo Dar en Cornelia heten ze. Ik noem ze Bo en Corrie. Het zijn gewoon normale mensen die toevallig. Op een pad zijn terechtgekomen dat ze zich hebben interesse hebben gevonden in het shamanisme en daar wat we mee wilden doen, omdat ze dachten dat is belangrijk voor de wereld. Dus ze oefenen zeg maar het shamanisme, zo gezegd. En terwijl het, Een ja. beetje uitleggen wat dat is. Voor degene, ik heb er wel eens wat van gehoord. Het klinkt me bekend in de oren. Het ademt me heel erg bekend. Maar kan Ja. je dat kort uitleggen wat dat is precies, shamanisme? Ja, precies. Nou, ook daar zijn wel weer verschillende omschrijvingen voor van wat is shamanisme. Maar simpel gezegd, in de basis voor mij is dat ze heel dicht bij de natuur staan, alles waarderen wat leeft, eigenlijk verbonden zijn. Dus ook zien, we zijn één. We leven in het ritme van de natuur. We waarderen alles wat in de natuur is. Bijvoorbeeld ook, ze leven ook in het ritme van de maan, zeg maar. Dus volle maan, nieuwe maan, de verschillende seizoenen. Bepaalde seizoenen heb je dus, dat je daar in die seizoenen, met die seizoenen meeleeft. Dat je onderdeel bent, je bent natuur. Maar je bent onderdeel van het geheel. Je bent niet een individu die gebruik maakt van natuur, die dat alleen maar neemt, neemt, neemt. Nee, je bent onderdeel van de natuur. En dat besef dat wij natuur zijn en dat de natuur je alles te bieden hebt wat je nodig hebt om gezond te zijn, om je te kunnen ontwikkelen. Dat is waar zij voor staan en dat proberen uit te dragen, zeg maar. Dus zo is een beetje een simpele versie. En zo heeft iedereen zijn eigen opvatting daarover, maar. Zo is wat, ja, 1,5 jaar geleden wist ik ook nog niet wat shamanen waren. Zeg maar, dan was ik ook nog, oh, die leven toch in de jungle. Zo. Maar die leven eigenlijk overal. Ze staan alleen niet in de Gouden Gids, want als je een goede shamaan hebt, die loopt daar niet mee te koop, zeg maar. Dus op het moment, kijk, ik heb dan zelf de concerten, zeg maar, gepromoot ook, zeg maar. En toen zei ik, ja, ik ga wel dan op de flyer zetten dat jullie de klankshamanen zijn. Want dat zijn jullie ook. Zei, oh, ja, oké. Okay, ze waren van, nou ja, moet dat nou? Maar ja, dit is wel duidelijk dan voor de mensen wat ze doen. En ook als je de primordial code ziet, zeg maar, dan zie je ook wat zij doen. En dat ze dus, dit zijn dan specifiek klankshamanen, zeg maar. Dus ze werken met klank, met zang, met trommels, met oerinstrumenten, met frequenties. Dat is dan hun specialisme. En zo zijn er veel meer shamanen, zeg maar, die een bepaald specialisme hebben. Maar in de basis gaat het om één met de natuur, verbinden met de natuur. En in het ritme
van de wereld, van het leven, van de natuur, de zijn, zeg maar. En dat zijn we natuurlijk wel een tikje kwijt. Ik bedoel, als we het moment dat we 12 maanden hebben in een jaar, dan gaat al iets niet goed, hè? Ik bedoel, het zouden eigenlijk 13 maanden moeten zijn. Ik bedoel, maanden. Het Ja. zijn maanden. En er Juist. zijn 13 maanden in een De jaar. dertiende maand. De dertiende maand, hè, als mensen dat krijgen als extraatje. Het is de dertiende maand. Ja, precies. Daar kom je pas achter als je een beetje ofwel je onderzoek doet en dingen leest. En probeert dingen in een andere context te begrijpen. Van klopt dat wel? Dan krijg je inderdaad dat van de dertiende maand. Ja, dat is een extra maand. Ja, maar eigenlijk is dat een cyclus van 13 keer 28 dagen. Ja. Dan, kijk, als je 13 keer 28 dagen hebt, dan is het duidelijk voor iedereen wanneer is het volle maan, wanneer is het nieuwe maan. En nu is het, ja, omdat je elke keer uit die cyclus bent met die maanden, ja, ben je er eigenlijk niet meer zo mee bezig. En dat brengt je gewoon uit je, helemaal uit je natuurlijke ritme eigenlijk. En dat is maar een klein onderdeeltje waar we nu in leven, zeg maar. Dus mijn voorstel is Ja. ook, we gaan gewoon een andere kalender doen. En dan kan iemand zeggen, ik kom op 14 februari, maar dan moeten we het eventjes omrekenen naar onze maanden, zeg maar, volgens de echte kalender. En het is eigenlijk niet een nieuw idee. Weet je, dat deden de oudere volkeren, volgens mij deden de Maya's dat ook 13 maanden, omdat het veel logischer is. En het wordt weer eens tijd dat we weer teruggaan naar ons oorspronkelijke natuurlijke ritme met alles en meer verbonden zijn met de natuur. Ik denk dat dat ons veel kan brengen. En ook de kracht weer in onszelf vinden. De Juist, kracht van want de dat is ook natuur in wel onszelf. apart ook, hè, Adrian, dat ja, de vrouwen hebben ongeveer een cyclus van 28 maanden, 28 maanden, daar staan we nu nog, 28 dagen. Misschien walvissen, misschien, maar ik weet niet. Ja. Ik weet niet hoe lang die erover doen, maar ja. Ik ook niet, maar dat is dan logisch, en dan inderdaad, hè, met die maandcyclus bij je hebt de Juliaanse en de Griekse Juliaanse kalender. Je kunt even niet meer uit mijn blote hoofd duiken dat een van de twee is. Maar een van die twee kalenders, dat is dan die dertiende maand, zeg maar. En de ander is ooit een keertje ingegooid. Terwijl inderdaad de oude volken gebruik maakten van gewoon de 13 maanden. En dan Ja. had je, geloof ik, tussen maart en april, had je, april, mei. Heb je daar ergens nog een maand die ertussen hoort? Ja, En maar goed. officieel begint dan het nieuwe jaar in maart, wat ik toen een keertje begrepen heb. En dan loopt dat door. En ja, weet je, het zit totaal anders in elkaar. Maar ik denk als dat weer ingevoerd gaat worden, het zal even een jaartje even wennen zijn. Maar dan zijn mensen te snel weer, pakken dat snel weer op. Ja, kijk, je kan je ook afvragen of er een reden zit dat het niet 13 maanden zijn. Zeg maar, er zijn genoeg gedachten die door mijn hoofd zijn gegaan van waarom we geen 13 maanden hebben. Maar goed, ook met dat geldt precies hetzelfde. We hoeven er niet aan mee te doen. Ik bedoel, we kunnen toch zelf bepalen als we een andere kalender willen voeren. En dan is de vraag, wie doet er mee? En dan moet je misschien even met elkaar afspreken van tevoren. Het is wel handig als je van tevoren zeker weten over welke maand je het hebt. Over de 13 maanden kalender of de 12 maanden kalender. Maar je kan met je vrienden al afspreken, bijvoorbeeld, dat je houdt aan de 13 maanden kalender. En als je dat dan met elkaar doet, dan kan het alleen maar. Je moet klein beginnen en dat langzaam uitbreiden. Dat is met alles, denk Ja, ik. dan hebben we daar allemaal twee kalenders in de wc hangen. Ja, in het begin zal dat inderdaad nog twee kalenders zijn, waarschijnlijk. Maar op een gegeven Ja. moment denk ik dat de 13 maanden kalender overwint, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Maar even over die bijzondere reis met Marijn. Ik heb hem met ontzettend veel plezier mogen spreken. Ik vind het een hele bijzondere, leuke kerel. Heeft het nu momenteel hartstikke druk met zijn Primordial Code, wat een fantastische documentaire is. En je had het ook over de muziek die je gemaakt hebt. Ik ga hem zeker nog een keer terug bekijken. 100%, want ik vind hem veel te gaaf. En dat niet alleen, maar er was ook in een stuk de muziek die je daarin had in verwerkt.
een beetje aangepast op de shamanen, geloof ik. Of er was dus een bepaald stuk en dat ging dwars door me heen. En ik vond, wauw, fantastisch. Ben je met hem over he helemaal meegerezen? Of mocht je ook van hem af en toe eens thuis blijven? Of heb je echt elke stap gedaan die hij ook gedaan heeft? Ik denk dat ik 80% van de tijd erbij is, of 70% van de tijd dat we dat. Ja, want hij is ook veel in beeld, weet je. Dus hij heeft iemand nodig die het vastlegt. En dus nee, ik ben veel, veel mee geweest. En ja, dat was een bijzonder, bijzonder avontuur. En ook, ja, weet je, op een gegeven moment was het zijn idee om te zeggen: Oké, we gaan nu naar klankshamanen, zeg maar. Dat past goed in de film, in het verhaal. En die wonen in de buurt van Berlijn. Ik zeg, in de buurt van Berlijn? Hoe kan dat nou? Die wonen toch in de jungle? Maar dus nee, dus dat was dus niet het geval. Dus dan zijn we naar Berlijn gereden, zeg maar, achter Berlijn. En aangezien ik daar ook, ja, we wonen daar in de buurt. Dus dat was voor ons eigenlijk een thuiswedstrijd. Maar goed, we zijn natuurlijk ook naar Sardinië geweest, zeg maar, dat is het begin van de film. Daar heb ik ook dat Geweldig, hè, eerste. Sardinië. Ja, Dat fantastisch. is Ja. zo fantastisch met Magisch. die reuzengraven. Ja, Ja, ik we weet hebben niet hem. toevallig, of je Art Pisa kent, maar die heeft, die heeft me ook in de uitzending geweest. Ja, dat zeggen die mensen die nu kijken, dat is de derde keer dat die dat zegt. Ja, dat klopt ook, want we hebben het ook gehad in een soort presentatie. En hij nam me helemaal mee en de kijkers mee in dat proces. Hij kon toen ook al de piramides in Kroatië. Klopt dat? Bosnië. Bosnië. Ja, in Bosnië. En hebt hij ook uitgelegd hoe dat werkte. De piramides en water. En dat energie en bla bla bla. Ja, maar dat in Sardinië, dat is heel bijzonder. Want elk jaar vieren ze het. Hebben ze een bepaald feest en ze hebben zoveel respect voor die reuzen. En jij hebt natuurlijk het gefilmd, hè? Die reuzenbotten en zo. Toen je dat voor je eerst zag, dacht je van, volgens mij ben ik gek. Had je toen ademnood of. Ja, dat was wel heel veel. Daar heb ik nog wel een paar nachtjes van zo gelegen van, my God, what just happened? Wat is er net gebeurd, man? Ja, die zag ik ook niet aankomen. Ja, je weet dat het er is, maar je verwacht niet dat zo iemand dat nog heeft en dat dan ook laat zien. En het was zo mooi dat hij het vertrouwen voelde bij ons, dat hij dat wilde laten zien, want hij had het nog aan niemand laten zien. En dat hij dan bij ons. Ik zat al in de auto, hè? Want, en toen zei Marijn, was hij nog een beetje aan het napraten. En toen kwam Marijn ineens naar me toe gerend van: hey, kom, 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 we hebben nog iets in de kast liggen. Snel de camera natuurlijk weer erbij gepakt. En ja, zo is dat eigenlijk gegaan, weet je. Dus heel veel dingen ontstaan gewoon, weet je. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus het is ook spannend, ja, Nee. wat komt er? En ja, dat hij dan die dingen uit zijn laat toverde. En dat hij Een ook nog beetje eens. in beeld zien of laten zien, bijvoorbeeld, wat lieten ze nou aan jullie Ja, zien? een kies. Een kies. Ja, nou ja. Huge. Mega. Ja. Dat je denkt. En dat, ja, dan denk je van ja, misschien is het van een koe of van een varken of zo. Ik weet eigenlijk niet hoe een koe of een varken, hoe een kies eruit ziet van zo'n dier. Maar Hoeveel ja. centimeter denk je ongeveer? Nou ja, Ongeveer zo'n. ik bedoel, zo was het wel, zeg maar. Dus ja, als je Oh. mijn kiezen daarnaast ziet, het is wel een verschil. Maar goed. Ja. Wauw. En ja, Ja. en ja, als je dan zijn werk leest, dan heeft hij dat dus ook laten onderzoeken, zeg maar, die kies. En ik geloof dat het eruit kwam dat het een nog niet geïdentificeerde soort was. Dus het was niet van een dier, sowieso. Het was niet van een koe of van een varken. Dat heeft hij volgens mij bij verschillende instituten laten onderzoeken. Dus ja, het moet dan toch van iets zijn. Ja, en van wat is het dan? Ja, nou ja, dat Ik kan me lijkt. ook herinneren uit die film, uit de documentaire, dat we op een gegeven moment ergens waren. En dat er heel erg geheimzinnig werd gedaan naar jullie van nou moeten we dit wel laten zien, want
Ik weet niet wat weet je nog welk stukje dat was? Een stukje waar dat we niet zeker wisten of om dat te laten zien, zei je dat? Ja, er was een stuk in de Primordial Code dat op een gegeven moment ja, er toch wel heel erg geheimzinnig werd gedaan naar jullie. Van ja, eigenlijk een beetje op afstand of bang dat het zo gezegd werd meegenomen of je had iets met de autoriteiten of er was iets in dat stuk. Ja, nee, dat was sowieso dat we naar een museum gingen, zeg maar, Ja, in die Sardinië. museum. In Sardinië. En Ja. dat, ja, dat we daar het museum van de Giants, zeg maar. Dus ja, dan verwacht je daar ook echte Giants als dat het verhaal is, zeg maar. En dat staat ook in de kranten. De New York Times stond het en in allerlei andere kranten stond het ook. Dat er Giant botten zijn gevonden, zeg maar, en opgegraven. Dan verwacht je als er dan een museum van de Giants is, dat ze dat daar ook hebben. Dus Marijn is daarheen gegaan en heeft gevraagd van, kan ik hier de botten van de Giants vinden? En toen zei hij, nee, alleen beeldhouwwerken. Beeldhouwwerken, nee, botten, nee. Dus ja, dat is dan ja, wel interessant dat dan zo'n museum zegt, nee, die bestaan niet. Ja. In ieder geval Alsof ze niet in het het ergens museum. stiekem hebben opgeborgen. Nou ja, goed, er zijn, ja, als je gaat googlen naar dit onderwerp, als je internet raadpleegt, dan vind je heel veel artikelen over gevonden botten over heel de wereld. Die dan ook vaak door de Smithsonian Institute, zeg maar, dus het archeologisch instituut die wereldwijd opereert, zijn ontvangen en vervolgens, ja, ergens zijn gebleven. Dus ja, het is een interessant thema. Ja. En ja, dat heeft mijn wereldbeeld ook wel weer veranderd, zeg maar. En dat we sowieso niet één op één uit de geschiedenisboekjes mogen geloven hoe het is gegaan. En dat we best wel ons Hey. eigen werk mogen doen. En dat er misschien wel meer is dan ze tijdens de godsdienstles vertellen of tijdens de biologieles hoe de mens is ontstaan. Dus dat is En het best mooie wel is, gebeurd. wat we eerder ook in het programma hadden, is dat precies op het juiste moment de documentaire is ingebracht. Dat Ja. was net als met Pandemd. Ook een confronterende, maar een hele goede. Ja. Eigenlijk zijn alle documentaires die me bijgemaakt, vind ik hartstikke goed. Ik waardeer hem heel erg ook in zijn werk wat hij doet. Maar ook precies op de juiste momenten. Het hebben de pandemie op de juiste manier gekomen. De Primordial Code. Headwind. Wat ook een heel bijzonder verhaal is over de Ja. windmolens. Dat die ene man, Alexander, werd opgepakt. Ja, En bizar. was je daar toevallig ook bij? Nee. Ik leerde hem toen pas kennen toen hij de film af had. En eigenlijk in de laatste maand. En toen ben ik bij hem langs geweest. En toen zei ik, ik kan nog muziek maken eventueel voor je. Hij zei, ja, het is al af. Ik zei, nou, misschien alleen de titeltrack. Laat me het gewoon maken. En dan kan je altijd nog besluiten of je het erin wil hebben of niet. En no bad feelings. Maar ik denk dat ik iets goeds kan maken voor de film wat past. Dus toen heb ik nog op de componistenstoel gezeten en zelfs gezongen, zeg maar, mijn eigen angst overwonnen om ook een stukje zang erin te brengen. Want daarvoor had ik alleen nog maar pianomuziek uitgebracht. En toen de tijd dronk ik nog alcohol. Dus toen dacht ik, nou, als ik nou een goed glas whisky op de maandagmorgen drink, dan durf ik dit wel in te zingen. Dat is toen wel gelukt. Dus ik heb toen Headwind ingezongen, zeg maar, het lied. En dat is uiteindelijk dan de titeltrack van die film geworden, zeg maar. En toen is het eigenlijk begonnen. Voor mij, zeg maar. Zij is dan onze vriendschap ook ontstaan. En zijn we, ja, heeft hij me ook gevraagd om een stukje filmwerk te doen. Nu voelt het heel fijn om dit met elkaar te doen. Ja, en dat die, we wonen nu ook in dezelfde straat, zeg maar. Dat is ook wel grappig. Ja, dat Ja, zei je, ja. hoe dingen Het kunnen is mijn lopen, hè? buurman. Ja, Ja, precies. inderdaad. Dat was zo hartstikke leuk. Ja. Dat is dat je op een gegeven moment komt mensen in je leven op het pad waar je niet van verwacht. Je hebt misschien bepaalde interesses of wat dan ook. En jij hebt dan talent
En skills om een prachtige muziek te maken. Hij heeft dan talent om documentaires te maken, mensen te interviewen die hij totaal niet kent. Hij gaat gewoon op pad en we zien wel waar het terecht komt. Ja. Wat ik trouwens ook heel mooi vind en ook heel avontuurlijk. Want dan kom je juist de leukste mensen tegen of de meest bijzondere mensen tegen. Ja, Ja. zoals jullie ook die shamanen zijn tegengekomen. Hè, die Ja. x aantal kilometers verderop wonen. Maar dat is zo leuk. En dan ontstaat het dan uiteindelijk, omdat je zo goed. Ik bedoel, je bent 1,5 jaar met z'n tweeën grotendeels op pad geweest. Je hebt elkaar van de goede en de mindere kanten leren kennen. Je zal vast wel eens een keertje onder elkaar. Dat hebben vrienden altijd onder elkaar. Dat je wel eens een keertje denkt van nou, ik heb liever nou dat je even netjes zegt je mond houdt. Maar weet je, het werk gaat door en dan ontstaat iets, een mooie, net als met het ademconcert, ontstaat een mooie chemie. Is dat die talenten die jij en Marijn hebben, die komen dan samen. Nou ja, dat verklaart ook deels het grote succes van jullie werk samen. Omdat het de muziek, de compagnie. De gecomponeerde muziek en de film één wordt. En dat is, ja, kijk, ik edit mijn video, daar ben ik even mee bezig. Maar wat jullie doen, dat is gewoon monsterwerk. Dat is gewoon, daar gaat echt heel lang over, heel veel tijd in zitten om de juiste knipjes en de dingetjes eruit te halen of de effecten eruit te halen. Ik bedoel, ja, Ja, dat klopt. Het is kost een gewoon. hele grote puzzel. Het is een hele grote puzzel. Het is een beetje hetzelfde als een boek schrijven, zeg maar. Dat is ook een hele grote puzzel. En dat, ja, ik heb veel respect voor Marijn, hoe die dat doet. En ook zijn voorgaande films, zeg maar, zijn echt wel meesterwerken waarin hij zijn tijd echt heel ver vooruit was. Met de klimaathysterie, met natuurlandbouw en dat soort dingen die in die vorige films die al jaren geleden heeft gemaakt. En het is ook mooi hoe dingen gaan. Ik bedoel, ik hoorde een podcast bij Johan Luca met Marijn Poels. En toen dacht ik, hey, ik hoor mijn broer praten. Hij woonde Ja, dan, zeg leuk maar, hè. in the middle of nowhere. Ik ook op dat moment, alleen nog iets verder, zeg maar, in het oosten. Ik woonde in Polen. En hij heeft dan ook 10 jaar in Afrika rondgehuppeld voor als documentaire werk. Ik heb ook 10 jaar in Afrika rondgehuppeld, alleen deed dan fotografie, voornamelijk fotografiewerk. Oh ja. En zo hadden we dan nog meer overeenkomsten. Dus toen, ja, dan hoor je dat aan en denk je, oh, dit klinkt als mijn broer, weet je, of hoor ik mezelf nu praten. En dus toen, ja, hoe dat dingen lopen. En ik heb dan gewoon een berichtje gestuurd van, hey, ik woon ook in de buurt, zullen we een keer een bakkie doen? Leuk, En ja. zo is het ontstaan. En ja, dan als je dan voelt dat er dan toch een klik is, zeg maar, dat er dan een klik is. En je ook wat aan elkaar hebt, zeg maar. Dus ik bedoel, het werkt alleen maar als je samen iets kan maken en er samen ook wat aan hebt, zeg maar. En dat was ook op dat moment het geval. En voor mij voelde dat ook echt een manier om samen met hem te werken. Dat voelde voor mij ook als een mogelijkheid om gerechtigheid in de wereld te brengen. Om eerlijkheid, mensen een ander verhaal te geven. Om uiteindelijk, zeg maar, als doel een eerlijke, vreedzame wereld. Zeg maar, dat is mijn onderliggende drijfveer. En ik vond dat hij dat heel oprecht deed. En ik wilde heel graag hem daarbij bij helpen met mijn talenten. Zeg maar. En zo ontstaan dingen. En zo Ja. van het een kom je in het ander en zit je ineens ademconcerten te organiseren met Ja. klankshamanen. En zou dat misschien ook wel een kettingreactie kunnen veroorzaken? En ja, dat is waar ik op hoop. In ieder geval, dat Ja. is wat ik voorzie als ik mijn ogen dicht doe. Ja. En ja, Ja, daar ga ik. voorlopig nog niet hoor. Nee, maar als ik mijn ogen dicht doe, ik bedoel, dan zie ik. Oh. Dan zie Oh, ik. ik dacht, sorry. Nee, Sorry. zover Ik is het nog dacht niet. toch. Nee, Maar goed. liever niet. Maar ik geloof in reïncarnatie, dus bang voor de dood ben ik sowieso niet. Dus, Nee. nee, dus.
Nee, als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik al die lichtpuntjes op aarde, zeg maar, waar dit soort dingen georganiseerd worden op een bepaalde manier. Ademconcerten of concerten, mensen die bij elkaar komen, die liefde genereren om dat vervolgens met de wereld te delen. En dan denk ik dat het een manier is om de wereld, om in ieder geval vrede in onszelf te brengen. Want we kunnen pas vrede in de wereld brengen als het vrede in onszelf is. En ik denk dat we nog heel veel te doen hebben hier. En dat het nog wel een x aantal rondjes kost op deze. om ons te reïncarneren voordat we überhaupt in een staat komen dat we in wereldvrede komen. Maar goed, we moeten. Ik denk dat we ergens moeten beginnen. En dit voelt als een juiste weg voor mij. En er zijn mensen die dat ook mee willen doen. Dus dat is mooi om te zien. En ik hoop dat Zo. dat 12, 13 en 15 december er weer een hoop mensen komen. Ja, Tot nu dat toe gun gaat ik het je van goed. harte. Dus er zijn nog kaartjes. Je hebt ook gefotografeerd. Ja. En ik heb gelezen, en of dat met fotografie te maken, met de muziek, je hebt uiteindelijk ook prijzen mee gewonnen. Ja, nou goed. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Maar inderdaad, klopt, ja. Een aantal op prijzen mee gewonnen, inderdaad. Met het boek ook wat ik heb gemaakt. Ik heb 10 jaar dan documentaire werk gedaan, fotografie in Afrika. Voor Stichting Orange Babies. Omdat ik voelde dat zij heel goed als een kleine organisatie veel levens veranderden, zeg maar, op een positieve wijze. Voelde dat voor mij heel goed om daaraan aan te helpen, om dat te documenteren, om die levens te laten zien. Die kleine stichting die niet geholpen wordt door overheid, dat echt verandering brengt. Die tijd was het ook zo dat, en dat is nog steeds al zo, bij veel mensen, oké, dus de goede doelen, er blijft heel veel aan de strijkstok hangen, er verandert eigenlijk niks. Ook met die stichtingen van de Gates en zo en dat soort dingen, hebben goede doelen eigenlijk een hele slechte naam gekregen. Wat ook Ja. logisch is. Maar goed, ik heb persoonlijk ondervonden dat een stichting als Orange Babies, dat het eigenlijk ook weer van bottom up, zeg maar, vanuit de mensen, zeg maar, een stichting is die opgezet is. Waarbij alle mensen elkaar kennen binnen de organisatie en ook bij de projecten. Allemaal mensen zijn die projecten zijn begonnen in Afrika, vanuit niets. En dat er dan ondersteuning is gekomen, zeg maar, vanuit de organisatie. Zijn mensen die dat met hun hart beginnen, zeg maar. En dat heb ik ook gezien. Ik heb daar 10 jaar rondgelopen en ik heb die kids gezien toen ze binnenkwamen en hoe ze, ja, een x aantal jaren later erbij liepen. En dat was, ja, fantastisch om te zien. Dat was zo mooi dat ik dacht, ja, ik wil dat vastleggen en ik wil dat laten zien. Dus ik heb daar uiteindelijk dan een boek van gemaakt en dat heet We Are Orange Babies. En met dat boek heb ik ook poëzie bijgeschreven. Ik heb echt 1 jaar de tijd genomen. Eerst gespaard, geld gespaard, om te zorgen dat ik even 1 jaar de tijd kon nemen om dit boek te maken. En ik heb dus 1 jaar de tijd genomen om dit boek de vorm te geven, poëzie erbij te schrijven, video's erbij te maken. Ik ben nog 2 keer naar Afrika gereisd om nog een aantal kids te bezoeken en ze te interviewen en te laten zien: oké, hier is het portret 10 jaar geleden en dit is hoe die er nu bij loopt. En ja, dat was ontzettend mooi om te maken, om te beleven. Maar toen ontdekte, ja, toen kwam ook de pandemie. De pandemie. Plendemic. En ja, toen waren er wat andere problemen in de wereld, zeg maar, die wat hogere prioriteit hadden op dat moment. En ik had toen net ook het boek af. Het voelde voor mij ook als iets wat ik heb neergezet. En ik wilde toen ook, het voelde ook wel om dat een soort van af te sluiten en anderen de ruimte te geven om daar iets mee te doen. En ik voelde voor mij, oké, ik moet nu iets anders doen. En eigenlijk mag het wel wat dichterbij. Misschien moet ik ook maar eens hier beginnen in plaats van daar. Dus het was ook wel Ja. een hele wijze les ook voor mij. Want ik leed ook wel 10 jaar geleden aan het soort van redderscomplex. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar in ieder geval, je ziet dat er iets niet klopt in de wereld. Je weet niet precies wat. En je denkt, oké, ik wil helpen. En dan ga je iets doen. En dat is denk ik een goede begin. Een goed begin. Om er Ja. uiteindelijk achter te komen, nou ja, om dan maar de cliché eraan te halen, dat een betere wereld begint bij jezelf. Dat je misschien eerst je eigen troep maar eens op moet gaan ruimen, je eigen schaduwen aan moet gaan kijken, en je eigen problemen, je eigen trauma's en je eigen dingen.
En dat je daar misschien zelfs al een leven lang mee bezig bent. En dat En dan dan. is het leuke, de meest memorale uitspraak die Marijn gedaan heeft in mijn uitzending: Clean your own room. Bam, vond Sowieso. ik. Hele, eigenlijk zeg ik precies hetzelfde. Hartstikke leuk. Twee zielen en twee gedachten, dat is hartstikke leuk. Maar je hebt dan wel inderdaad heel iets bijzonders neergezet. Ben je van plan om het in de toekomst nog het boek voor nog een keer uit te brengen? Het boek is nog te koop. Ja, ik heb de eerste druk was heel snel uitverkocht. Daar was ik wel trots op. Dat was ook een beetje zoiets van: oké, ik heb nu een boek. Ik weet niet of iemand erop zit te wachten, maar we zullen zien. En dat was gelukkig, de eerste druk was gelijk uitverkocht. En daarmee hebben we ook de stichting kunnen helpen. Dat was ook het doel, hè, financieel. En toen heb ik een tweede druk gedaan. En ja, toen kwam ineens de periode. En toen was iedereen van, er is een probleem. Die zat er niet meer op mijn boek te wachten, zeg maar. Dus toen is het ook een beetje in de vergetenheid geraakt. Maar goed, ik ben nog steeds hartstikke trots op mijn boek. Dus op mijn website kunnen mensen dat ook nog steeds bestellen. En dan krijgen ze dat netjes mooi thuisgestuurd. Ja, Wat is je dus ik kan mooiste nog. plek waar je bent geweest in Oh, de die mooiste plek. Met de reis van Marijn of bedoel je gewoon in Nou, Afrika? weet je wat? Beide. Afrika en Ja, met de reis van Marijn. Nou, het was sowieso bijzonder om tijdens Pandemt. Om in Berlijn te lopen en nergens te mogen plassen. Dat was wel sowieso bijzonder. Dat je denkt, wat voor wereld zijn we in godsnaam beland? Ja, je mocht nergens meer plassen als je niet de prik had genomen. Dat vond ik wel heel apart. Maar goed, we konden daar gelukkig wel om lachen. In ieder geval, je moet daar dan toch een beetje de humor ook van inzien. Maar ja, goed, dat was niet de leukste plek. Maar het was. het grappigste. Het Ja, was het de was. grappigste. Nou ja, wel de meest bijzondere, weet je, bizarre, weet je, dat je gewoon nergens binnen kan en dat je illegaal eigenlijk ergens moet slapen, omdat je nergens mag slapen. Weet je, dat is bizar. Maar goed, dat was een periode die we blijkbaar nodig hadden in de mensheid. Blijkbaar. Maar de mooiste plek met Marijn was, ja, nou, de Bosnische piramides is wel mijn favoriete. Ja, ik heb daar ook in de piramide, in het einde van de tunnel, zeg maar, zijn heel vroeg gegaan. Toen zei ik wil nog eventjes ademen. Want ik was natuurlijk al met ademoefeningen bezig. Dus ik heb aan het einde van de tunnel heb ik alleen op de grond gelegen en mijn ademoefeningen gedaan. En ja, dat was, als we het over krachtplek hebben, dan is dat wel het ultieme krachtplek, zeg maar. Dus dat was wel bizar om daar in die piramide op het eind alleen, zeg maar, in die tunnel. Mijn ademoefeningen te kunnen doen en helemaal, zeg maar, helemaal verbonden te zijn met die energie. Dat was wel bizar. En slapen bij een reuzengraf. En dus onder de sterrenhemel. En daar hebben we ook die timelapse gemaakt, zeg maar. Als je dan, dat komt maar 10 seconden voorbij, maar goed, we waren er heel de nacht om die timelapse te moeten maken voor die paar seconden. Dan zie je dat reuzengraf, zeg maar, in de Primordial Code. En dan zie je die sterren, zeg maar, voorbij draaien, zeg maar. Dus daar hebben we heel lang moeten zitten. Maar dat was magisch om op die plek te mogen zijn onder de sterrenhemel samen. Dat was magie, ja. En Afrika, ja, ik bedoel, nou ja, sowieso, dat heeft mij ook wel gebracht waar ik nu ben met de muziek ook. De eerste keer dat ik in Afrika kwam en dat mensen voor mij muziek gingen maken met trommels en dansen. En hoe ze dat deden vanuit hun ziel, waar dat vandaan kwam, zo intens, zo een soort van oer iets dat naar boven komt en dat dringt zo door in alle cellen in je lijf. Dat was zo'n wervelwind van energie dat ik dacht, wow, dat heb ik nog nooit gevoeld en waarom kennen we dit niet in Europa? Waar is dit gebleven? Zijn we dit vergeten? Konden we dit nooit? Of waar is dit? En zijn we eigenlijk. Wie doet het nou eigenlijk goed? Wij in het Westen of zij daar? Zeg maar, dat ze bij elkaar dingen doen zoals dansen, zingen, de basis mens dingen, zo gezegd. En Ja. dat kwam ook weer terug bij de Primordial Code. Toen we bij de shamanen kwamen, zeg maar, ik dacht dat is niet meer in Europa te vinden. En toen kwamen we bij de shamanen in de yurt en toen begon zij te trommelen en te zingen, nou, klank te genereren, zeg maar, bij Marijn. In die
trommelreis, zeg maar, om dingen los te krijgen. En toen dacht ik, oh, het is er toch in Europa. Het is er toch. Er zijn toch mensen die het kunnen. En toen dacht ik ook van, ja, oh wauw, als we dat nou kunnen gebruiken en dat meer mensen dit kunnen horen, dat zou toch fantastisch zijn. Want ze doen dit tot op heden alleen nog maar in een yurt. Kunnen mensen naar hun toe komen en kunnen ze een sessie krijgen, zeg maar. En ik dacht, ja, dus waarom niet voor veel meer mensen? Weet je, dit is toch fantastisch als veel meer mensen dit mogen ervaren. En dat die oerklanken, zeg maar, dat mensen dat echt tot in hun cellen kunnen voelen. Dat kwam ook weer, dat Afrika-gevoel, zeg maar, dat ik dacht, oh, dat moet, laten we dat de mensen brengen. Ja. Ja, dit klinkt als fantastisch natuurlijk. Eens even kijken. Nou, ik denk dat we zo richting het einde gaan. Ik heb zoveel te vertellen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd. Volgende week zijn er concerten, ademconcerten. Waar worden die gehouden? 12 december 2023 in Weesp, in de Van Houtenkerk. 13 december in de Mariakapel Koude Water in de Rosmalen, dus dat is meer in het zuiden. Dat is ook een mooie krachtplek. En dan 15 december op een vrijdag in Schipluiden op Hoornpijl, wat ook een fantastische plek is. Dus dat zijn de eerste, of dan de concerten in december. En we zijn nu ook eigenlijk alweer bezig om te kijken of we dan volgend jaar, dus 2024, waar we het dan allemaal wel willen gaan doen. En ik denk dat het niet alleen bij Nederland blijft. Ik bedoel, ja, het is fantastisch dat als Nederland het wil, dan komen we van harte weer natuurlijk. En dat zal ook waarschijnlijk wel gebeuren. En ik voel ook zo van, oh, misschien moet er elke keer een stapje meer. Weet je, als je dan 300 mensen hebt gehad die samen ademen op één ritme, dan denk je, hoe zou het zijn met 500 mensen? Hoe zou het zijn? Ja. Weet je, met de, nou ja, ik zat te denken aan André Rieu, grote, zeg maar. Dromen mag, hè? Ja, maar dat wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat het juist dat jou absoluut gaat lukken. Ja, nou goed. In ieder geval, weet je, ik denk altijd maar zo, als het één iemand inspireert, één iemand wat brengt, zeg maar, en het leven kan veranderen, en het weer, weet je, je creëert een sneeuwbaleffect. En je weet ook vaak niet wat de uitwerking is van iets wat je in de wereld zet. Ik bedoel, je hoort dan misschien die paar reacties op internet die dan negatief zijn. En dan denk je dat dat is wat de mensen denken. Maar vaak, weet je, die duizend dingen die gebeuren dankzij hetgeen wat je maakt of de wereld instuurt die je niet hoort, die zijn er wel. Maar die hoor je misschien niet, zeg maar. En dat is denk ik ook het mooie. En het gaat ook niet om die 50.000, maar ik kan me voorstellen dat als we met 50.000 mensen op het gelijke ritme ademen, nou, dan moet er toch wel iets gebeuren in de wereld. Dan moeten we de Kuip een keertje vol krijgen, Adriaan. Ik weet niet of dat een krachtplek is, maar goed, we kunnen er misschien een krachtplek van maken. Ja. Als we met 50.000 of met 30.000 mensen in een ruimte, als allemaal liefdesfabriekjes daar zitten, dan is het misschien wat minder belangrijk dat het niet op een leilijn staat. Nou, inderdaad. Dan hebben we die leilijnen niet meer nodig. Nee, maar die hebben we wel nodig. Maar dus ja, je weet nooit hoe ver het gaat komen en hoe breed. Ik denk dat jij een geweldig succes neer hebt gezet, wat door straks door heel Nederland heel erg bekend wordt. En dat er dus niet meer naar een artiest gaan die soms niet kunnen zingen, maar dat we gewoon gaan luisteren naar de ademconcerten van Adriaan Kuipers. En ik ben trouwens van plan om in december ook te zingen. En helemaal naakt, zo gezegd. Dus zonder effecten, zonder instrumenten. Het zal niet lang zijn, dus wees niet bang. Maar om ook voor mijn eigen, een stukje eigen proces, om dit te doen. En ik voel, dit is nu de tijd dat ik deze grens over mag gaan. Ik doe het al wel thuis. Maar ik voel nou, nu, over naakt gesproken, Adriaan. Ik
Je kopt hem erin, letterlijk en figuurlijk. Als goed kan je dat nog steeds. Maar even op z'n Rotterdams en op z'n Rijnmonds, je hebt in je blote reet in de kou gestaan. Ja, want zo voelde het toen ik mijn eerste lied uitbracht. Als naakt in een omgeving, zeg maar, die niet heel erg comfortabel is, zeg maar. Zo voelde het. Dus ik denk, ja, misschien moet ik het dan ook maar zo symboliseren dat het zo voor mij voelt. Want zo voelde het ook voor mij, echt letterlijk naakt. Van oké, okay, nu ik geef me over aan het natuurgeweld, hetgeen wat ik niet in de hand heb. En dat, Waar was dat? dat was in de bossen van Polen. En dat was goed koud, kan ik je zeggen. Er bleef weinig van over. Nou, ik vind het heel dapper. Ik vind het heel dapper. Ja, je moet Maar uit je ja. comfortzone om te kunnen groeien. En dat is denk ik het probleem in deze tijd. Dat we lekker in onze comfy blijven. Hè? In onze Netflixjes en onze warme kleertjes. En niet, weet je, bijvoorbeeld op blote voeten lopen. Dat is ook niet comfortabel in de sneeuw, kan ik je zeggen. Maar het zorgt wel voor een goede bloeddoorstroming. En het zorgt voor een verbinding met de wereld. En met de aarde, om geaard te zijn. En... Ik vind het echt heel dapper. Ja. Echt waar. Ik denk, wacht even, wat doe jij daar nou? Maar Maar, zou het iedereen kunnen aanbevelen om een keer te gedaan te hebben? Ik bedoel, je kan het maar op je lijstje hebben staan. Zo, Ja, ik vind het gewoon echt afgevinkt. heel dapper. Ja, precies. Ik vind het gewoon heel dapper. Nou, dankjewel. Nou goed. Nou, dat mag toch ook gezegd worden. Niet iedereen staat in zijn blote reet in de sneeuw. Nou, het was redelijk gecensureerd, toch? Ik bedoel, er valt Ja, misschien nee, niet het te is veel ook weinig netjes. te zien, hoor. Maar... Ja, nee, maar ik bedoel, het is. Dat is ook zo, maar ik had eens van. Alleen al de omgeving, hè. Ja, het was Denk ik koud. zo, Dat dat vind klopt. ik echt. En ik heb ook een uurtje bij de kachel moeten zitten daarna, dat moet ik je zeggen hoor. Maar goed, het was het uiteindelijk waard. Want het was wel zoals ik me Ja. voelde en zo wilde ik het eerste lied uitbrengen. En het eerste lied was ook op 4, 3, 2, 1. Dat is 21, zeg maar. Dus 4, 3. Dus de maand 4, dag 3, 21. En dat is ook 432,1 hertz, zeg maar. Dus dat was ook toevallig Ja, in die frequentie. klopt, Dus ja. ja, Ja, toeval is. je hebt het heel goed weten te bedenken. Ook geweldig. Ja, nou, Toeval volgende, bestaat niet, ja. hè? Toeval bestaat niet. Het is je Nee. toegevallen. Gevallen. Het is Ja, je precies, toegevallen. dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Ik vond het ontzettend leuk. Waarom? Omdat je kennis deelt. En ook, wanneer ben je, mijn laatste vraag nog, wanneer ben je, je bent pas echt in 2020 het weer gaan oppakken met je muziek? Nou ja, Heb je het echt 21, hè? 25, heb je het 4-3-1. 25 jaar aan de kant gelegd zonder naar te kijken? Nou, de muziek die echt vanuit mijn hart kwam, want ik heb heel veel lied, dat is emotieverwerking voor mij, is muziek maken. Dingen die eruit moeten, zeg maar. Dat is mijn manier om emoties te uiten, is om liedjes te maken. En die liedjes die zijn heel gevoelig, want dat zijn mijn persoonlijke ervaringen. Dus die zijn in het plaatje gekomen. In die tijd heb ik wel bijvoorbeeld liedjes voor anderen gemaakt. Dat is anders, want dat is dan niet mijn. Maak dat dan, zeg maar, omdat ik kan het componeren, zeg maar, kan het maken. Maar dan gaat die er maar lekker de boer mee op. Dus ik heb wel liedjes gemaakt en uitgebracht. Maar dat waren niet de liedjes die vanuit mijn ziel kwamen, zeg maar, mijn levenservaringen. En die levenservaringsliedjes, die durfde ik dus pas in 2021. Uit te brengen. En dus er liggen er nog een hoop in de la, waarbij ook gezongen wordt. En die durf ik nu langzaam de wereld in te zenden. Ik heb er al een paar op mijn Instagram-kanaal, die ik nog niet op Spotify heb, maar wel op mijn Instagram-kanaal bijvoorbeeld. En op Facebook en op YouTube. Waarbij ik dus een stukje rouwverwerking ook laat zien, zeg maar. En ook echt gewoon, dan echt gewoon alles eruit laat wat nodig was om te geven. En dan hoeft het niet per se mooi te zijn. Maar het is wel echt. En ik denk dat dat belangrijker is.
Dat zie je ook in de films bij Marijn. Weet je, het hoeft niet. We hebben natuurlijk zo mooi mogelijk geprobeerd te filmen. Maar als het echt is, dan voelen mensen dat. En als het gemeend is, Juist. als het puur vanuit het hart komt en puur gemeend en de goede intentie, dan voelen mensen dat. En daar gaat het om. En niet zozeer om de schoonheid zit er meer in hoe het vanuit binnenkomt en niet het buitenkantje, zo gezegd. Ja. Zou dat eigenlijk misschien wel je laatste slot worden zijn? Want ik vraag altijd aan de mensen, nou, wat wil je de mensen meegeven? Of wil je zelf nog iets meegeven aan de mensen die kijken? Nou, wat ik denk belangrijk is dat we krachtiger zijn, vaak krachtiger zijn dan we denken dat we zijn. Dat we echt kunnen vertrouwen op onze innerlijke kracht, onze scheppingskracht. Dat hebben we ook in de film natuurlijk met de Primordial Code ook wel kunnen zien. Dat we bijzondere wezens zijn, dat we geen schuld naar de aarde hebben. We kunnen een carbon, we kunnen het hebben over een carbon footprint, maar we kunnen het ook kunnen hebben over, oké, we laten een footprint achter, maar dan, hoe laten we die footprint achter, zeg maar? Laten we een mooie footprint achter. En dat kunnen we doen, dus dat we het positief draaien. En dat we niet vanuit schuldgevoel dingen doen, maar vanuit liefde. En dat we dus de kracht in onszelf en ook het feit, ik zeg altijd tegen mezelf, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ik bedoel, ik had bij met die ademconcerten, daar had niemand kunnen komen, zeg maar. Dan had het me heel veel geld gekost. Had ik misschien nu geen eten gehad? Nou, als dat het ergste is wat er kan gebeuren, dat ik bijvoorbeeld nu geen eten heb en de huur niet kan betalen, dan is er echt wel iemand in de buurt die jou een bordje eten geeft. Of die jou even een onderdak geeft totdat je er weer bovenop bent. Als dat het ergste is wat er kan gebeuren, dan waarom zou je dan dingen niet doen? En ik denk dat we meer mogen uitgaan van onze eigen kracht, daarop vertrouwen en doen wat er vanuit je hart komt en je intuïtie. En misschien ietsjes minder daar bezig zijn. Ik denk dat je met dit iets moois hebt gegeven. En beste mensen, volgende week dus nog één keer de datum 12, 13 en 15. even kijken, 12, 13, 15. Even kijken, in Weesp, in Schipluiden. Ja, dus nou, eerst Weesp, dan Rosmalen en dan Schipluiden, zeg maar. Dus we hebben dan bij Ja. Amsterdam en dan hebben we het zuiden. En we hebben dan een beetje Randstad, zeg maar, in de buurt van Rotterdam, Den Haag. En zeg maar, die doen we nu. Ja, dus dan mensen zijn van harte welkom. Het is een echte ademklankreis en dat kun je vinden op breathingconcerts.com. Dus Ja. breathingconcerts.com. Wat kost zo'n kaartje, Adriaan? Een kaartje kost €37,03. Maar ik kan je jouw luisteraars wel een kortingscode geven van 10%. En dan is het kaartje €33,33. Dat is een mooi getal. Als we het over numerology hebben, zeg maar, en de belangrijkheid van getallen en Tesla en zo, dan moeten we er een mooi nummer van maken. Dus laten we dan €33,33 van maken. Dus dan ik kan En jou een kortingscode geven en die kan je misschien in de omschrijving zetten, als je dat leuk vindt. wow. Nou, ik denk dat het al uitverkocht is voordat we dit al uitspreken. Fantastisch, helemaal En welkom. ik, als het, nou, als je vaak in de regio Rijnmond bent, als ik hier ben, ik ga ook jouw agenda bijhouden. Die post ik ook op mijn socials, op Facebook en Telegram. En daarmee verspreid ik ook jouw concerten, zeg maar. Dan is het, zodra je weer in de regio Rijnmond bent, Randstad, en ik heb tijd, dan kom ik zeker een keertje het ervaren. Want dat is hetzelfde als met Reiki. Ik heb ooit een keertje Reiki gedaan. En ik denk van, nou, wat is dat precies? Hè? Lees het dan. Maar dan is het ervaren waar je achteraf gaat zeggen, wauw, dit had ik gewoon even Ja. nodig.
Dus ik ga het zeker een keertje ervaren. Dus hartstikke leuk. Dus beste mensen, wil je bij de aankomstconcerten zijn van Adriaan Kuipers? Onderste in de comments staat een link. Daarmee kan je het kaartje kopen. En wat gebeurt er dan? Dan weten ze dus, jij weet dus of het ergens wordt het geregistreerd. Hoe wordt dat precies gedaan? Die Nou, code. als je dan, ik maak dan een linkje aan waar de kortingscode al in zit. Dus dan kan je dat linkje posten. En als mensen daarop klikken, dan op de laatste pagina, zeg maar, waar je je adresgegevens in moet vullen, dan zie je dat het kaartje in plaats van 37,03 dan 33,33 kost. Dus dan is die korting automatisch is die verwerkt. Leuk Ja. dat je dit doet voor de mensen van People United. Ja, Geweldig. leuk man. Dank je. Vind ik superleuk. Ja, oké. Nou, beste kijkers. Het was een adembenemende uitzending. met veel klanken en veel mooie verhalen van Adriaan. Ik vind het ontzettend leuk dat hij in de uitzending is geweest. En ja, nu krijg je de kans om naar zijn concert te gaan met een korting van 10%. Dus beste kijkers, maak daar gebruik van. Aan de kijkers die daar naartoe gaan, aan jullie een vraag. Als je nou, want ik ga een ander keertje, laat even weten via de e-mail hoe het gegaan is. Dat als je dus de ervaring hebt meegemaakt naar aanleiding van een van die data's volgende week, dat ik dat naar Adriaan kan doorsturen, zodat hij kan lezen hoe hij het vond. En het is hartstikke leuk om dat, want dat is het ook, de ervaring. En wie weet, als het 10 mensen zijn die gegaan zijn en die hebben allemaal een bijzonder verhaal, dan maak ik daar dus een mooie blog van. Op de website, die zeer binnenkort ook aangepast is en heel stuk mooier. Ja, en hoe dat eruit gaat zien, dat weet ik nog niet precies. In die zin, ik weet wel wat het een beetje gaat worden, maar het wordt echt een plaatje van de website. Het wordt echt volledig aangepast. Maar dan kan ik daar een blog over maken. En dan hoef ik niet per se de naam neer te zetten, maar de ervaringen van dat concert. En daarmee helpen we Adriaan natuurlijk ook dat er steeds meer mensen naar zijn concerten gaan en dat we met elkaar juist die verbinding die we in deze tijd nodig hebben met elkaar aangaan. Dus beste Adriaan, ik vond het super tof. Helemaal geweldig. Ja. Ik hoop dat jij het ook erg leuk vond. Zeker. Dat was heel leuk. Ja. Super. Nou, gelukkig, dan valt dat in ieder geval mee. Het is altijd spannend om iemand in de uitzending te hebben. Lieve kijkers, beste kijkers, Adriaan, dank je wel voor het kijken. People United, Unity is the only way. Deel, like deze video. En wat ook belangrijk is, we zijn te volgen op Telegram, Facebook, Rumble en Instagram. En naar aanleiding van deze uitzending. Nou, ik zou zeggen, zit je op een van die socials? Nou, volg People United. En Adriaan zit op Instagram. En je hebt ook nog een website, toch? Ja, adriaankuipers.com. En Adriaan is met één A op het eind. Dus Adrian eigenlijk, zeg maar. Ja, maar ik zit ook op Instagram, zeg maar. Dus als je daar ook mijn naam in typt, Adriaan Kuipers, dan vind je ook mijn kanaal. En ook mijn hobbitfilmpjes van mijn blote voeten lopen. En de metingen die ik daarmee heb gedaan, bijvoorbeeld. Dus van alles wat. Hobbitfilmpjes. Ja, ik ben een soort hobbit, zeg maar ook. Dus. In ieder geval, Marijn, van mij en alle mensen van de kijkers van People United, de hartelijke groeten. En nogmaals, het was super tof. Beste mensen, bedankt voor het kijken. En Adriaan, dankjewel. En tot ziens. Hoi.